India is een ratje toe als het aankomt op verschillende culturen per staat, met geloven, lokale talen. Er zijn 22, als ik me niet vergis, officiële talen, 500 dialecten. Indiërs zullen altijd als eerste, als ze met je praten, even willen kijken, even willen aftasten waar je nou vandaan komt, hoe staan we tegenover elkaar. Het vertrouwen dat je onderling dus moet hebben als je gaat ondernemen, moet hoog zijn. Mensen die binnen een kaste samen ondernemen, hebben over het algemeen een hogere mate van vertrouwen dan daarbuiten. Je moet weten waar die vandaan komt, waarom hij bepaalde beslissingen neemt, hoe die denkt, dat is essentieel. Het investeren in een relatie, het opbouwen van een netwerk. Zonder dat kan je geen zaken doen in India. Net zoals binnen Europa, waar de markt, de Europese markt, vrij versnipperd is. Een Nederlander koopt andere zaken dan, wij spreken een Italiaan. Dat zie je in vergelijkbare schaal ook terug in India. Er zijn hot items die goed worden verkocht in het zuiden, niet goed worden verkocht in het noorden. Indiërs, Nederlanders zijn allebei handelaren in hart en nieren. Ik denk dat wat dat betreft de cultuur vrij veel overeenkomt. Het probleem voor Nederlanders kan soms zijn dat zij wat terecht door zee zijn, communicatief gezien. Want een Nederlander, als een Nederlander zegt ja of nee, is het ook ja of nee. Terwijl in India ja een vrij rekbaar begrip is. Ja betekent ik heb je gehoord, ik heb begrepen wat je gezegd hebt. Dat betekent niet dat ik het ook daadwerkelijk kan of ga doen. Niet omdat ze daar geen zin in hebben of het niet willen, het is geen onwil. Het heeft met een culturele aspect te maken dat nee zeggen onbeleefd is. Vanuit een buitenstaande perspectief zie je inderdaad, word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt in India, dat het ook heel veel armoede nog heeft, 30% van de bevolking. Echter, in India zijn ze geheel verantwoordelijk voor een gigantische reductie van het aantal extreem arme mensen op aarde. Er zijn in India zo verschrikkelijk veel mensen die uit de onder de armoedegrens omhoog geklommen zijn. En dat is de afgelopen 15 jaar vanaf 1991 ongeveer gebeurd.